arrestantencomplex. Goedenavond. Goedenavond, Dennis de Jager. Ik wil graag een klein beetje informatie, kan dat? Waar wil je informatie over? Wij willen informatie over Albert Sandbergen. Of hij hier gestationeerd is en hoe het met hem gaat. Er is hier geen Sandbergen. Geen Sandbergen? Nee. Oh. Heeft u enig idee waar de arrestanten van Enschede heen zijn gebracht? Nee, ik heb geen idee. Oh. Nou, ja, informatie. Dankjewel. Ja, gaan we verder kijken. Yo, hoi. Hoi. Ik ga gewoon vragen naar een arrestatie, Dennis. Of hun misschien toevallig meer weten. Ik doe niks. Ik wil alleen informatie over Albert Sandbergen. Je mag mij alles vragen. Nou, ik wil alleen informatie over Albert Sandbergen, of hij hier gestationeerd is en hoe het met hem gaat. Hij is correct, hij zit hier en dan blijft hij zitten morgenochtend wanneer hij gehoord wordt. Oké, voor de rest ook alles goed met hem, maar ja, we hebben hem gezien dat hij goed in zijn gezicht is geslagen. Oké, daar weten we niks van. Ja, hij maar hier, wij dus wel. Commandant, ik zou even het woord doen. Wij mogen geen uitlating doen, weet ook niet wat er gebeurd is. Ja, bij, dat weten wij wel, dienst. Maar ik vraag alleen nog informatie hoe het met hem gaat en of hij hier gestationeerd is. Wat ik kan zeggen, ik ben vaak hulpofficier of justitie. Iemand wordt hier als gast behandeld, dus daar maak ik me geen zorgen om. En als we zorgen maken, dan laten we een arts erbij komen om hem inderdaad te zorgen. Super. Ik weet niet of in dit geval dat is. Maar zo gaan we met iedereen om, dus wellicht met zo gaat het. Nou ja. En we doen geen uitspraak over wat er gaat gebeuren. Daar gaat justitie uiteindelijk over. Wij doen het onderzoek als politie. En dan justitie doet vervolgens de uitspraak. Het was alleen informatie omdat ik me zorgen maakte over hem. Dus. Nou, die kan ik hopelijk wegnemen dan op deze manier. Ja, tot zover wel. Ja, nou gelukkig. Ja. Mooi. En wat is jullie intentie nu verder? Niks. Ik denk dan ben je dan gewoon naar huis heen gaan. Maar als hij morgen pas vrijkomt. Wij kunnen in de nachtrust bestemde tijd, dat is het recht van een verdachte, mogen wij geen verhoren afnemen. Dus na 9:00 ochtends is hij bij de eerste. We gaan gewoon volgorde af. Goed, dus, doen we. Nachtrust bestemde tijd, dat is het recht van een verdachte, mogen wij geen handelingen met de verdachte gaan uitvoeren. Dus hij krijgt een dekentje en alles en hij kan gaan liggen. Goed, nou, ja, dus weet ik, me dat. Als ik jullie zou ik daar niet gaan afwachten. En dan zou ik zeggen, wel thuis. Super, ja? Dank je. Hoi. Was niet nodig, jongens. Waar? Ik ga jullie eerlijk indraaien, want Rudy die staat daar. En daar komt meneer de politie aan. Is er niet hier? Hij is hier niet. Hij is hier wel, dat wordt net gezegd door de politie zelf. Ja, nou, je hoort het toch. Nou, zulke flikkers zijn het dus. Ja. Sleutels willen hebben. Kunt u daar iets aan mee? Ja, is lees hier niet. Ja, er wordt net gezegd dat hij hier wel is, dus dat is een beetje gelul. Dat vind ik een beetje lullig nu weer. 5 minuten geleden hoor, iemand die met dat laatste busje binnenkwam. Nee. Het laatste busje staat hier. Ja, en die heeft mij net aangehouden en die heeft mij net gezegd dat hij hier wel is. Als hij hier zou zijn, zouden wij het sleuteltje aan jullie geven. Dat is één ding wat zeker is. Oké. Dus neem voor mij aan dat hij hier niet is. Ja, dan, dus de, jouw collega liegt. Dus jij zegt nou gewoon dat jouw collega liegt. Ja, ik lieg mijn collega. Ja, nou, dan is een mooie domme lul dus. Maar dat slaat toch helemaal nergens op? Bah, wat een belachelijke vertoning weer van jullie. Meen ik echt. Flikker toch op, man. Idioot.